Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting UKGR. Op deze prachtige locatie mag ik de komende 3 weken verschillende mensen gaan ontvangen voor het programma Hoop en Leven. De thema's verdriet, eenzaamheid en veerkracht staan hierin centraal. En ook ga ik van ze horen wat voor rol de UKGR heeft kunnen spelen in hun leven, zodat zij de draad weer op konden pakken. De Universele Kerk van Gods Rijk predikt wereldwijd het evangelie en het woord van Jezus Christus. De kerk organiseert geloofsbijeenkomsten en evenementen met een sociaal kenmerk en heeft zijn deuren altijd geopend voor mensen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun problemen. Want er bestaat voor elke situatie een speciale boodschap. Ephrem en Denise Klerks kampten beide met onzekerheden en innerlijke eenzaamheid. Dat leidde tot problemen die ze uiteindelijk overwonnen dankzij de UKGR. Zo, allereerst welkom beiden in mijn nederige stulpje. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn samen. Hey, ik ben allereerst heel erg benieuwd, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik en Denise leerden elkaar kennen in het UKGR Hulpcentrum. Wij hebben meerdere vestigingen hier in Nederland. En in een bepaalde periode was ik eigenlijk in Rotterdam aan het werk in de vestiging waar ze ook was. En daar begonnen we veel samen te werken. En daar leerden we elkaar eigenlijk kennen. En hoe lang zijn jullie samen nu? Ja, we zijn 1 jaar getrouwd. En 3 jaartjes samen. Ja, ja, 4 jaar. 4 jaar samen en 1 jaar getrouwd eigenlijk. Ja. Datum is altijd een ding, hè? Ja. Bij mannen en vrouwen. Ja, ja, ja. Hey, en je zegt het UKGR Hulpcentrum. Ja, het UKGR Hulpcentrum is een kerk. De kerk waar wij beide lid van waren en zijn, hè, tot vandaag de dag. Waar we werken ook. En daar binnen de kerk eigenlijk leerden we elkaar kennen. En wat moet ik me voorstellen bij het hulpcentrum zelf? Het hulpcentrum zelf biedt eigenlijk hulp voor alle soorten situaties die we meemaken. Dus het is niet alleen een kerk qua gebouw of een religieuze instelling. De meeste kerken zien er niet eens uit als een traditionele kerk eigenlijk. Maar het biedt de hulp voor degene die gaan door gezondheidsproblemen. Mensen die gaan door problemen in de familie, in het liefdesleven, innerlijke issues waar ze mee kampen. En je krijgt eigenlijk gewoon hulp op maat daar aangeboden. Oké. En jullie zijn beide daar naartoe gegaan met een reden, neem ik aan. Kun je me daar wat over vertellen, Denise? Ja, klopt. Mijn reden was omdat ik kampte met depressie, met een leegte van binnen. En daar wist niemand ervan. Het was echt iets wat ik zelf op had gekropt. En een vriendin van mij die daar dus naartoe ging, die had mij uitgenodigd om met haar mee te komen. Toen ik bij haar aanklopte van oké, het gaat niet goed. En hoe ging dat aankloppen? Want dat is altijd best wel een stap, toch? Ja, zeker, zeker. Het was een heel moeilijk stap. Want ik dacht van ja, want iedereen kende me altijd als de lacherige Denise. Dus dan dacht ik van oké, nu ga ik wel echt een kant laten zien wat ze niet ken. Maar ik was het zat om verdrietig te zijn, te huilen zonder reden. Dus ik dacht van oké, nu is het genoeg. Ja. En hoe is dat voor jou gegaan? Ik ben eigenlijk geadopteerd. Dus ik kwam uit Ethiopië. Maar ik kwam hier al als baby en ik werd goed opgevangen. Ik studeerde gewoon. Kwam niks tekort eigenlijk. Maar vanwege ook de eenzaamheid plus mezelf niet helemaal kunnen plaatsen in het leven hier, omdat ik met zoveel vragen liep. Dus oké, waarom woon ik hier? Of wie is mijn familie eigenlijk? Waarom ken ik mijn ouders niet? Had ik eigenlijk geen reden om verdrietig te zijn? Dus wie naar mij zou kijken, zegt oké, je hebt alles. Je zou daar niks hebben, maar hier heb je alles. En dat was ook zo. Mijn ouders gaven eigenlijk alles wat we nodig hadden. Voor mij, mijn broers, mijn zussen. Maar van binnen zaten die vragen zo hoog dat ik dat eigenlijk begon te uiten op een verkeerde manier. Dus in plaats van erover te praten of hulp te zoeken, dacht je meer van oké, niemand begrijpt me. Ik ga de verkeerde kant op. Dus dan dacht ik van oké,
ik kan deze vragen niet beantwoorden. Niemand kan me daarbij helpen. Dus je gaat toch de pijn die je eigenlijk draagt willen verbloemen. Met bepaalde dingen doen. Hè. Toen kwamen de verslavingen. Toen kwam het verdriet ook. Dus een heel druk en losbandig uitgaansleven. Mm. Waarin ik dacht eigenlijk van oké, hier ga ik de pijn verbergen. Want hier kan ik dan even doen alsof er niks met me aan de hand is. Maar van binnen ging het gewoon niet meer. En wanneer ik 's avonds in bed lag of laat thuis kwam in de nacht vanwege het drukke leven met vrienden en kennissen en collega's. Ja, eindig je aan het eind van de avond op bed. En dan denk je van, dan komen alle herinneringen, dan komen alle vragen weer, omdat ze nooit werden opgelost. Ja. Detti Daal worstelde in het verleden met haat, pijn en wraakgevoelens. De oorzaak daarvan ligt in haar jeugd. Ook in haar huwelijk kreeg ze te maken met veel verdriet. Dat uitte zich in boosheid en wraakgevoelens richting haar partner. Met hulp van de UKGR lukte het Detti om haar huwelijk te redden en haar emotionele en psychische wonden te laten genezen. Kun je allereerst wat over jezelf vertellen? Wie je bent, wat je doet? Ik ben Detti Daal. Van beroep ben ik reclasseringswerker. Dat doe ik al ruim 17 jaar. En daarnaast ben ik 7 jaar terug gestart als zelfstandig ondernemer. Als maatschappelijk ondersteuner. En je hebt best wel een verhaal, hè? Je bent jaren geleden bij de UKGR gekomen. Ja. Hoe zag je leven eruit voor de UKGR? Nou, voor de UKGR was het echt een drama. Heel veel problemen, vooral geestelijk. Problemen in de relatie, problemen vanuit het ouderlijk huis. Mijn vader en moeder waren nooit getrouwd. En dus ik ben bij mijn vader opgegroeid samen met mijn oudste broer. Ja, en daar waren ook de nodige problemen. Dus ik ben best wel beschadigd naar de kerk gekomen. En kun je wat meer inzicht geven in hoe was je situatie precies? Hoe zag een dag eruit voor de UKGR? Als ik mag beginnen vanaf toen ik klein was, toen mijn moeder dan ons had verlaten. Ik was 6 jaar en daar begon het al. Omdat ik dacht, het is de mijn schuld dat ze niet meer is bij ons. En dat heb ik dan jarenlang met mij meegedragen. En dat heeft gezorgd dat ik veel haat kreeg in mezelf. Heel veel wraakgevoelens. Ik had geen liefde voor de mens. Ik had een muur om me heen gebouwd. Ik liet niemand binnenkomen. Heel frustrerend. Ik was een persoon die echt gefrustreerd was ook. Ik kon heel weinig hebben van anderen. Verbaal agressief naar anderen. Ik was eigenlijk aan het overleven. En mijn vader die was dan ook getrouwd. En ik kreeg een stiefmoeder en een stiefzusje en een stiefbroertje. En het leven toen, het leek leuk. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik een soort rivaal was in het huis. Ik was de oogappel van mijn vader. Die liet het ook zien aan anderen. En dat bracht volgens mij een beetje jaloezie ook naar mijn stiefmoeder. Dus ik heb het heel zwaar moeten verduren, ook in dat huis. En ik leerde een vriend kennen. Die is vandaag de dag mijn huidige man. En ik raakte vrij snel zwanger van ons eerste kindje. Ik was toen 17 jaar. En die relatie is ook niet helemaal zonder slag of stoot? Nee. Omdat toen ik hem leerde kennen, ik was zo eenzaam en had zoveel verdriet ook. Omdat het leven dat ik leed dan thuis. Het was een soort uitvlucht. Toen ik hem leerde kennen, ik voelde me goed bij hem. Hij zorgde goed voor mij, ook al was ik jong. Ik wist ook niet wat liefde was. Dus ik klampte me vast aan hem. Alsof het was mijn eigendom. Omdat hij zorgde goed voor mij, dus die wilde ik niet kwijtraken. Terwijl hij nog jong was en ook andere vrienden had en zo. En vanwege mijn verleden, wat ik heb meegemaakt en die muur dat ik had opgebouwd, was ik best wel jaloers. Dus ik wilde, wat ik al zei, wilde ik hem echt voor mij alleen hebben. En daar begonnen de problemen al. In wat voor opzicht? Hij had meerdere vriendinnen.
En ja, ik raakte toen zwanger. Toen dacht ik van nee, we moeten nu echt als een gezin zijn. Maar ja, hij was er nog niet aan toe. Dus dat bleef ook aan de gang gaan. En na 2 jaar, dus toen het kind werd geboren, na 2 jaar ben ik naar Nederland gekomen. Naar mijn moeder. Ja. Ja. En uiteindelijk had je zoiets van zo kan het niet langer. Want je vertoonde ook gedrag waar je zelf niet blij van werd. Ja, klopt. Maar ja, ik wist niet beter. Kun je me wat vertellen daarover? Dat was meer om mezelf te beschermen door de pijn die ik heb gevoeld toen mijn moeder wegging. Ik vertrouwde mensen niet meer. En daardoor had ik dan die haat en woede in mij. En dat projecteerde ik naar andere mensen toe. Dus om te voorkomen dat zij mij zouden pijn doen. Dat was meer een soort van verdedigingsmechanisme. En dat heb ik jarenlang uitgeoefend. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting UKGR. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting UKGR. Voor de break spraken we met Efrem en Denise over de problemen die ontstonden in hun jeugd. Nu vertellen ze hoe ze die hebben overwonnen en hoe het geluk hen weer toelacht. Jullie hadden eigenlijk beide een groot sociaal leven, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Maar beide een eenzaam gevoel. Ja, zeker. Omdat je bent gewend. Ja, dat is wat je merkt in de omgeving, is wat je merkt met jezelf. Misschien een stukje van het leven ook. Dat je toch het idee hebt van oké, ik moet laten zien dat het gewoon goed gaat. Dus heel vaak draag je toch een type masker. In ieder geval had ik dat. Mijn vrouw had het ook. En velen hebben dat meegemaakt. Dat je eigenlijk een soort masker draagt van oké, de buitenwereld moet zien dat het goed gaat. Wanneer iemand aan me vroeg, alles goed? Ja, gaat goed. Niemand gaat zeggen, ja, het gaat eigenlijk super slecht met me en ik weet niet wat ik moet doen. En soms ook vanwege het niet kennen van een juiste plaats. Het niet weten dat er eigenlijk dus wel iets of iemand is die je verder kan helpen. Dus ik liep met veel problemen, liep met veel eenzaamheid, maar het was ook een gebrek aan misschien de juiste plaats vinden om begeleid te kunnen worden. Ja, want Denise, jij kwam via een vriendin terecht bij de UKGR. Hoe ben jij geïntroduceerd, Efrem? Ik kwam uit een hele moeilijke periode in die tijd. Dus wat er gebeurde was dat ik was aan het studeren. Maar omdat heel veel dingen fout gingen in het leven in het algemeen, dus bepaalde doelen die ik wilde bereiken, dromen die ik had, gingen fout en daar kwam een soort teleurstelling. Dus de teleurstelling van het niet behalen van een doel ging samen met de teleurstelling van waar kom je vandaan als adoptiekind. En dat samen eigenlijk met wat fout ging, ging de studie ook verkeerd. Dus in de periode begon ik in aanraking te komen met marihuana, met het blowen. En ik behaalde de opleiding niet, omdat het helemaal fout ging met mij. En toen raakte ik ook in de criminaliteit. Dus wat er gebeurde was dat we slechte dingen begonnen te doen. Of tenminste, dat ik slechte dingen begon te doen. Zelfs in de gevangenis belandde voor een periode van zo'n 100 dagen. Mm. En toen kwam ik vrij uit de gevangenis. Mijn familie was, ja, alles was op zijn kop. Mijn familie kwam mij daar bezoeken. En ze hebben alles gegeven. Alles gedaan om een goede toekomst te bieden. En dan beland je in de gevangenis. Dat is ook niet iets wat je van tevoren had gewenst terug te geven natuurlijk. En toen ik uit de gevangenis kwam en eigenlijk niet wist wat ik met mijn leven zou doen. Omdat ik wel in de gevangenis was. Je komt eruit. Maar je manier van denken veranderde niet daardoor. Dus de vragen waren niet opgelost. De eenzaamheid was niet opgelost. Dus wat ga je nu doen? Nu dat je uit de gevangenis komt. En op dat moment was er een kennis van me die ze is overleden in de tussentijd.
Maar er was een kennis van mij die me uitnodigde om met een andere kennis mee te gaan naar de kerk. Want ze was heel ziek al in die tijd. Dus ze zei, kijk, bel deze persoon op. Hij gaat je brengen naar de kerk. Hij gaat je meenemen. En je gaat zien dat de situatie wel kan veranderen. Dus in het diepste punt eigenlijk waarin ik me bevond, kwam eigenlijk een uitnodiging. En ik zou eigenlijk niet naar een kerk gaan. Waarom zou ik naar een kerk willen gaan? Waarom zou ik willen geloven in iets waarvan ik niet eens weet als het werkt of het bestaat, wat tot dan toe alleen verhalen waren? Ja. Maar omdat de situatie zo kritisch was en je eigenlijk niets anders meer hebt, heb ik de uitnodiging geaccepteerd eigenlijk. Dus je was eigenlijk een beetje sceptisch in het begin, als ik het zo hoor. Was jij dat ook, Denise, toen je meeging voor het eerst? Nou, half, om maar zo te zeggen. Ik ben zelf ook opgegroeid, gelovig opgegroeid. Dus vanaf kleins af aan kwamen we in een kerk. Maar voor mij was het allemaal theoretisch, om maar zo te zeggen. Maar toen ik ouder werd, kwam wel vragen van, is het echt zo? Want het wordt voorgeschoteld van, ja, God bestaat, dit, dat. Maar ik had geen eigen ervaring. Dus toen ik ouder werd, in mijn tienerjaren, begon ik dat ook langzaam los te laten. Dus in het begin, toen mijn vriendin mij uitnodigde, dacht ik van, ja, vanaf kleins af aan zat ik al op mijn kerkbank, om maar zo te zeggen. Dus ik was ook wel sceptisch dat ik een beetje dacht van, oké, ik ga wel mee, even kat uit de boom kijken. Het zal wel, maar godzijdank kwam daar ook voor mij echt een verandering. Ja, want wat is er veranderd voor jou sinds je bij de UKGR bent beland? Ja, ik vind dat het echt doelgericht hulp. Dus ik kwam daar met een leegte, met veel vraagstukken. En door de bijeenkomsten bij te wonen, praten ze er ook echt over dat soort vraagstukken en wat ik dan kan doen daarvoor. En ook, ja, om gewoon even mezelf uit te dagen en probeer tijdens maar even een gesprek te voeren met God. En kijk maar. Dus ik had zoiets van, oké, dat ga ik doen. Dus echt door de diensten bij te wonen leerde ik elke keer praktische dingen om te doen. Om zo echt mijn eigen ervaring te hebben ermee. En hoe is jouw eenzaamheid toen veranderd? Dat gevoel van eenzaamheid, is dat weggegaan? Ja, het is heel gek. Zelf als ik terugdenk van, ik kan me niet eens voorstellen hoe dat voelde. Maar door juist bij de bijeenkomsten bij te komen, leerde ik steeds meer over God kennen. En toen had ik echt een moment bereikt van, oké, God houdt van mij, hoe ik ben, vanwege wie ik ben. En het zit goed. En daardoor kon ik alles loslaten. Ja, en Denise, wat zou jij nou aanraden aan iemand die nu kijkt en die heel erg kampt met eenzaamheid? Wat zou je tegen diegene zeggen? Ik zou aanraden om ook 1 keer te komen. Ik zeg 1 keer, het wordt waarschijnlijk meer. Maar zo zei de vriendin tegen mij, kom gewoon 1 keer, vind je 3 keer niks. Dan niet, maar omdat ze er zo zeker van was van, oké, er gaat wat gebeuren. En zo zeker ben ik ook ervan. Dus dan zou ik tegen die persoon zeggen, kom, neem deel uit van een dienst. Neem deel aan een dienst. En zo eigen ervaringen te hebben met God en met Ja, want de persoon heeft eigenlijk niks te verliezen. Ja, precies. Toen ze kwam, kwam ze in een punt waarvan ze was, ik heb niks te verliezen. Als ik niet ga, gaat het niet beter worden. Dus het kan alleen maar beter worden eigenlijk. En ik kwam van zo'n leven en ik kwam ook op een moment van, ik heb niks te verliezen. Ik kan zeggen, ah, dit werkt niet of ja, dat is alleen maar geluk. Maar als ik het niet probeer, dan weet ik het ook niet. Ja. Dus het is gewoon eigenlijk de kans geven. Heb jij nog een aanvulling verder? Of is het advies wel hetzelfde van kom gewoon? Kom gewoon niet om aan een groep te behoren of aan een gemeenschap te behoren. Echt komen om voor jezelf te zien dat er zoveel meer is dan wat de persoon tot nu toe heeft gezien. Dus echt je eigen reis doormaken. Ja, je eigen God. Reis doormaken. Ja. En echt de situatie niet zien als dit is het einde. Of dit hoort erbij. Dat dacht ik ook van, ja, het leven is eenmaal met problemen, dus karma, of ja, ik heb karma, of ik heb pech, of ja, die ander had geluk, maar voor mij gaat het niet werken. Juist wel. Maar ik moet het een kans geven. En als we het een kans geven, zullen we zien dat we nooit teleurgesteld zullen raken.
We praten verder met Detti over wat ze bij de UKGR heeft geleerd en hoe dat haar leven heeft veranderd. Wat is het grootste verschil tussen de kerk waar je eerst naartoe ging en de UKGR? De eerste kerk waar ik naartoe ging, daar was ik ook ongeveer 7 jaar. Was meer het zingen en ja, emotioneel. Meer emotie. Dus ik ging daar leeg, verdrietig, ging naar huis hetzelfde. Was geen verschil. Ik heb niets geleerd. Het had geen invloed op mij. Het zette mij niet aan het denken. Maar in de UKGR, ik zie het niet echt als een... Het is een kerk, maar ik zie het niet als een kerk. Ik zie het als een plaats waar ik leer hoe mijn leven anders te leiden. En dat is de reden waarom ik daar ben gebleven en nog steeds daar ben. Omdat elke keer opnieuw wordt er iets geopenbaard dat ik beter kan doen of anders kan doen om vooruit te gaan in het leven. En dat is het grootste verschil. Dus blijf leren. Ja. Ja, het is niet hetzelfde. En hoe heeft de UKGR jou kunnen helpen bij jouw hele reis naar verandering? Luisterend oor. Ik kon altijd bij hun terecht. Maakte niet uit wie het was of wanneer het was. Ik kon altijd bij hun terecht. Mijn verhaal kwijt. Je werd niet veroordeeld door wie je bent. Je werd gewoon ontvangen zoals je bent. En gewoon klaarstaan. Klaarstaan, adviezen geven. Je voelde geen druk ook. Dus ze geven je advies en jij bepaalt zelf wat je doet. Wat jij ermee doet. Ja, en dat vond ik heel fijn. Wat is nu, denk je, als je terugkijkt, het allergrootste verschil van wie je was voor UKGR en daarna, nu? Ik was iemand die heel hoogmoedig was. Ik nam niets van niemand aan. Ik had altijd het laatste woord. Ik wist het altijd beter. En vandaag dan ben ik een nederig persoon geworden. Dus ik sta open voor anderen. Als ik een fout maak of als ik iemand heb gekwetst, ben ik bereid om vergeving te vragen. Dat is iets in het verleden. Nee, totaal niet. En als er nu mensen kijken die zich eenzaam voelen, wat zou je zo'n persoon willen adviseren? Nou, eerst moet je weten waar dat vandaan komt. Hoe komt het dat je je eenzaam voelt? Wat is de oorzaak daarvan? En sta ervoor open om hulp. Vraag hulp. Blijf niet alleen doormodderen in het leven, terwijl er is hulp daarvoor. Ik heb het gevonden en vandaag heb ik een nieuw leven. Volgende week praten we met twee nieuwe gasten over wat de UKGR voor hen betekent en hoe hun leven is verbeterd dankzij de kerk. Tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting UKGR.